Hallo en welkom in de Boekencast, aflevering nummer 18. Welkom Tom van der Lubbe in Zwitserland. Hallo, Erno. En, precies, en mijzelf Erno Hanink in Doetinchem. En we hebben het vandaag over een bijzonder boek, wat we allebei al eerder hebben gelezen, een tijd geleden. Maar de schrijver, de auteur van dit boek, en ook waar het verhaal over gaat, die is november 2020 overleden. En voor ons leek dat het moment om een soort eerbetoon aan die man te doen middels deze boekenkaasaflevering. Het boek heet Delivering Happiness en de auteur Tony Hsieh. En Tony is de man die in mijn optiek Zappos groot heeft gemaakt. Zappos, het bedrijf dat uiteindelijk verkocht is aan Amazon. Door een bijzondere focus te hebben op geluk. En geluk van klanten, geluk van medewerkers, geluk van leveranciers. En hij stopte in 2020, augustus, als CEO van het bedrijf. En in november, 27 november, kwam hij om het leven bij een brand. Dus dat is de intro, de korte intro. Wat heb jij met Tony? Wat heb ik met Tony? Ja, ik heb eigenlijk vooral, ik zou zeggen, dingen die niet in het boek staan, heb ik met hem. Omdat hij natuurlijk ook een locatie ingevoerd heeft. Dus dat is een thema. En dan natuurlijk ook wel een purpose wat hier ook terugkomt. En wat hij niet noemt is natuurlijk reinventing organizations. Dus Frederic Laloux, die hij ook wel ik meen in ieder geval in het verleden genoemd heeft. Dus ja, wat dat betreft interessante ondernemer, maar ook iemand waar ik altijd heel veel respect voor heb gehad. En kort geleden, overigens toen hij overleden is, ook een kort stukje over heb geschreven op Sprout. Schiet mij nog te binnen. Voor de show notes. Ja, precies. Artikel Sprout. Maar voor mij, ik heb hem ooit, en volgens mij was het 2010, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, zien spreken op Next of zo, het event volgens mij. En het e-merse event. Dat was het e-merse event. En wat daar voor mij het meest bij is gebleven is de enorme aandacht voor cultuur in het bedrijf. Waarbij happiness dan het geluk een rol speelt waar die veel onderzoek naar heeft gedaan. Maar de familiaire cultuur, de aandacht voor de medewerker die boven alles staat en dat ook vastlegt. Niet alleen maar gewoon in woorden uitdrukt, maar ook gewoon werkelijk vastlegt. En ze hadden zo'n culture book wat je kon op, dat kon je gewoon opvragen, dat kreeg je opgestuurd. En alle kernwaarden stonden open, publiek, alles was gewoon transparant en open. Ja, en dat dus al 20 jaar geleden, zeg maar. Dus dat is toch wel, ja, ik vind dat heel bijzonder hoe die daarmee omging. Dat was voor mij ook en ik moet zeggen dat ik vond het wel wat teleurstellend om de berichten te lezen over zijn overlijden en zeg maar het jaar daarvoor. Wilde ik dat ook ergens min mogelijk lezen om niet dat beeld wat ik had van hem af te breken. Dat is wel een beetje een teleurstellend beeld als je dat laatste stuk nog leest. Maar goed, het boek is opgedeeld in 3 blokken. En het is eigenlijk gewoon een autobiografie. Het eerste deel heet Profits, het tweede deel Profits and Passion en het derde deel Profits, Passion and Purpose. Is het verkeerd om? Ja, ik vind persoonlijk van wel. Dus Daniel Pink, hè? Dus het is eigenlijk, is het natuurlijk, ook Simon Sinek, Start with Why. En het past wel in zijn biografie, want uiteindelijk is het chronologisch verteld verhaal. Hoewel ik het een soort anticlimax vind, de verkoop aan Amazon, om misschien maar met de conclusie te starten. Daarom is het ook wel heel erg interessant om te lezen. Maar ik denk uiteindelijk dat hij het liefst voor de purpose zou zijn gegaan, maar uiteindelijk door omstandigheden het steeds over profits ook ging. Dus ik zou zeggen, we hebben het boek van Bob Chapman natuurlijk besproken. Ik weet even niet welke aflevering dat was. Everybody Matters. Eigenlijk schrijft hij een Everybody Matters boek.
en zou het zo graag willen, maar door omstandigheden of de snelle groei of afhankelijkheid van externe investeerders, creëert hij eigenlijk voor zichzelf toch niet die onafhankelijkheid. Dat is een beetje mijn conclusie van het hele boek. Ja, ik denk dat was ook wat ik las in het laatste stuk. Na die overname tussen quotes, zoals hij het omschrijft, van Amazon. De druk van de aandeelhouders, die ervoor zorgen dat de lange termijn gedachten van de aandeelhouders en van hem uit elkaar liepen in die periode. En dat hij dus uiteindelijk middelen nodig had om die aandeelhouders uit te kopen. Zodat hij kon doorgaan met zijn lange termijn visie. En het tweede wat ik ook zelf nog had, was het gevoel dat je bent zo bezig met de cultuur van je bedrijf, met die mensen, met het familiegevoel wat je wilt, dat die mensen, je verplicht ook bijvoorbeeld de verhuis naar Vegas, je maakt heel veel beslissingen als leider, waarbij je de mensen achteraf betrekt. Ja. En uiteindelijk heeft hij, zoals hij omschreven, ongeveer 210 miljoen dollar overgehouden aan die transfer met Amazon. En ook dat vind ik dan eigenaardig. Hè? Dus ook in dit boek zie je weer, wat jij al eerder beschreven hebt, dat het gaat om die ene man die telkens in beeld is. Het is die ene leider, terwijl iedereen bedrijf maakt een bedrijf, maar hij gaat als leider met 210 miljoen vandoor. En dat zijn dingen die ik dan ingewikkeld vind, die ik nog heel lastig vind om goed uit te leggen, om ook over na te denken wat dat dan, hoe dat dan anders zou moeten. Daar heb ik ook geen antwoord op nog. Nou, ik vind dat, op zich vind ik dat het niet zo'n probleem, want dat heb je bij Chapman ook. Dus ik zou maar zeggen, Chapman is eigenaar uiteindelijk, en ik geloof zelfs een miljardair geworden, ik weet het even niet 100% zeker, maar hij is wat dat betreft veel consequenter in zijn onafhankelijkheid en het mensen op de eerste plek zetten. Maar misschien komt dat wel, als ik bedoel, je hebt die indeling al heel goed gemaakt. En dan kunnen we misschien gewoon even want het zijn die drie stukken, wat dat betreft leest ook heel makkelijk weg. Dat we zeggen van oké, waar gaat het eerste gedeelte over voor profits over? Waar komt dan gedeelte profits en passion over? Dat is dus het stuk van Zappos eigenlijk. En dan waar komt in dat derde gedeelte, waar gaat purpose over? En misschien qua indeling, het eerste gedeelte is ongeveer 100 bladzijden, het tweede gedeelte is iets meer dan 100 bladzijden. En het laatste gedeelte is heel kort. Ja. Dat is misschien ook al een soort indicatie. En dan kunnen we per gedeelte er wel even dieper op ingaan. En dan ligt waarschijnlijk de nadruk op het middelste gedeelte. Omdat dat over Zappos gaat. Ja, en het eerste deel, wat je ziet, is studententijd. Dus de opvoeding waarmee te maken heeft. Het heeft natuurlijk een Aziatische achtergrond, de ouders. Wat we daar ondertussen van weten is dat die enorm gedreven zijn, dat de kinderen hoog opgeleid moeten zijn. Dokter, ja. Professor, wat dan ook. Je moet echt aan je gemeenschap kunnen vertellen dat je kinderen het fantastisch doen. Dat zie je ook in het boek wat er ook beschreven. Je ziet daarnaast dat hij in het boek veel dingen beschrijft, dat hij allerlei dingetjes heeft gedaan in zijn jeugd en daarna in zijn studententijd om geld te verdienen. Allerlei ondernemingjes gestart. En een bepaald moment was zijn studie klaar en is die begonnen met Oracle. Eigenlijk een soort doodsbedrijf wat hij beschrijft, waarbij hij dus ook gewoon het verschrikkelijk vond uiteindelijk om te werken. Het leek hem nog wel leuk, maar uiteindelijk was het niks. En daarnaast is hij met een collega die ook een studiegenoot was, een webdesignbedrijf begonnen. Ja, dat ging niet helemaal zoals ze wilden en daaruit geëvolueerd is het bedrijf Link Exchange. En Link Exchange was een geweldig idee en dat kun je nu haast niet meer voorstellen dat het toen zo vernieuwend was. En nu heb je Google AdWords en Facebook advertenties. Maar het was simpel. Je had gewoon het idee dat je linkjes uit ging wisselen van websites, van andere websites. En je kreeg daar credits voor en de helft van de credits bleven bij Link Exchange hangen. En daar in ruil voor de ruimte die ze overhielden, konden ze weer advertenties plaatsen en dat verkochten ze weer. Dus slim bedacht en zo slim dat ze het bedrijf binnen 2 jaar konden verkopen aan Microsoft voor 265 miljoen. En dat was natuurlijk al een opzienbarend dat je gewoon in zo'n korte tijd een bedrijf kunt neerzetten wat zoveel geld. Dat was ook in die dotcom periode. Dat was natuurlijk
de fantastische groei van die bedrijven in die tijd, dat je natuurlijk de wind mee. Maar ja, wel toch slim dat je je bedrijf laat evolueren tot iets wat op dat moment gewoon er niet was. En veel heeft opgeleverd. Wat misschien nog wel belangrijk is, is dat hij in zijn inleiding eigenlijk die twee bedrijven of die twee exits of die twee verkopen ook met elkaar vergelijkt. En hij eigenlijk zegt van, als je gewoon uitrekent wat het per jaar aan waarde gecreëerd heeft, dan is dat eigenlijk heel erg hetzelfde. En differentieert dan en zegt, ja, maar inhoudelijk is het voor mij iets heel anders geweest. En dat is misschien ook die overgang dan naar purpose. Maar hij is wat dat betreft wel de man van de getallen. Het is een hele technische, rationele jongen. Of tenminste, zo positioneert hij zich vooral in het begin van het boek, waar alles uitgerekend wordt. En waar die dan zegt, oké, die eerste exit en dan die tweede exit. Hij wil het gewoon nog een keer laten zien. En dan verschuift in principe door die ervaringen die hij met Linked Exchange heeft gedaan. Misschien dat je daar nog iets over wat moet zeggen. Dat hij elke keer ziet van, ja, het is niet meer mijn bedrijf. En het interessante is eigenlijk dat hij als hij dan vertelt dat hij dat dan verkoopt aan Microsoft. En hij krijgt dan dat belletje, dan zit hij ergens weer in een kop koffie te drinken of zo. En dan loopt hij terug en dan zeg ik helemaal niet blij. Hij wil eigenlijk gewoon weer opnieuw. Hij wil gewoon weer opnieuw starten. Maar dat eerste stuk is heel erg. Gaat heel erg over zijn studietijd en wat jij net beschreven hebt. En dan gaat er eigenlijk een gedeelte over dat snel verkopen van dat LinkedIn. Ja, en wat daarin opvalt, waarom hij dus uiteindelijk wat nieuws was dat, is omdat de cultuur van het bedrijf een hele andere kant op was gegaan dan hij wilde. Het is dat dit er heel snel veel mensen moesten aannemen en daar weinig controle op hebben gehouden wat ze precies wilden bereiken. Er zijn er veel mensen ingekomen, vooral veel dezelfde soort mensen, vrienden van vrienden. Maar de cultuur van het bedrijf die werd totaal anders dan hij had gewild. Hij zou een bonus krijgen als hij een bepaalde periode zou aanblijven naar de verkoop. En dat heeft hij na, ik weet niet precies welke periode, maar een aantal maanden heeft hij dat opgegeven. Hij zegt, ja, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon wat anders doen, want ik wil dat niet. Daar ga ik dood aan dit verhaal. En dat was toch een aanzienlijke bonus. Het was, wat was het, 20 of 30 miljoen? Wat was het ook weer? Ja, je ziet in ieder geval dat hij een zeer groot bedrag laat liggen. Ja, en ook dat moment, dat die keuze, die komt later een paar keer terug. Overweegt hij, moet ik hiermee doorgaan? Ik heb toen al een keuze gemaakt die zoveel. Dus ik word daar niet gelukkiger van. Meer geld. Ja. Of iets dergelijks. Dat is de essentie wat terugkomt. Als ik keuzes maak over. Of als ik dit doe of dat doe. En dat levert meer geld. Daar word ik niet gelukkiger van. Dus dat moment heeft veel beïnvloed in de toekomst van hem. Dat vond ik wel mooi. En met dat geld van Link Exchange. En met een aantal andere mensen uit die tijd. Zijn ze een investeringsbedrijf begonnen, een incubator. En ook dat is natuurlijk weer mooi opgeschreven. Hè? Dus ze hebben appartementen gekocht in een groot pand in San Francisco. En ze gaan dus gewoon met die mensen bij elkaar wonen als een soort studenticoze omgeving. En mensen kunnen binnen. En ook feesten komen weer terug telkens. Hè. Dus ik ga grote feesten organiseren om mensen samen te brengen. Hij zat heel erg in de rave scene op dat moment, in die fase. Dus er was veel raves waar hij dus onder indruk was van dat die community bij elkaar kwam. Waar mensen, maakt niet uit van welk niveau, waar ze vandaan kwamen, gewoon met elkaar in gesprek konden gaan. Nou, dat gevoel, dat wilde hij eigenlijk in een bedrijf terugkrijgen. En eerst in dat pand waar ze in zaten. En ja, dat was wel een apart verhaal. En dus één van de bedrijven was investeren, dat was Zappos. Misschien omdat je dat nu net noemt met dat rave, ik had het namelijk opgeschreven. Er zijn eigenlijk twee grote ervaringen die hij deelt met de lezer. In dat eerste gedeelte van het boek. Het ene is wat jij net hebt genoemd. Dat is dat rave gedeelte. Wat hij overigens waar dat omdat collectieve. Nou, ik ben geen raver. En ben ik waarschijnlijk ook te oud voor. Maar ik heb in die tijd wel in Berlijn gestudeerd. Toen die hele techno-scene opkwam. En dan beschrijft hij. En ik denk dat dat wel heel erg interessant is. Omdat je dat in businessboeken eigenlijk helemaal nooit ziet. Hij beschrijft zeer uitvoerig. Dat hij voor de eerste keer in zijn hele grote fabriekshal binnenkomt. En ik ben even aan het kijken waar ik dat vind. Bladzijde 93 is het in het boek. En daar schrijft hij over dat collectieve gevoel dat gesynchroniseerd wordt.
En hij heeft het over the steady wordless electronic beats were the unifying heartbeats that synchronized the crowd. En dat beschrijft hij. En wat na de hand bijvoorbeeld ook Burning Man en dat soort dingen. Dus dat gevoel van iedereen is één. Dat beschrijft hij. En dan zegt hij, I didn't know at the time, but 10 years later I would learn that research from the field of the science of happiness would confirm that the combination of physical synchronicity with other humans and being part of something bigger than oneself leads to greater sense of happiness. En dat is, hij beschrijft dat wel heel erg indringend en heel erg eigenlijk ook heel erg met een soort breekbaarheid en een soort kwetsbaarheid. En dat is die emotionele kant. En die andere kant die hij beschrijft, een paar bladzijden daarvoor, is het is natuurlijk een beta-jongen. Het is wat dat betreft best wel typisch Aziatisch. Computers, et cetera. En daar schrijft hij wat hij bij poker geleerd heeft. En dat is bijvoorbeeld die hele rationele kant. Misschien is dat wel interessant of je daar iets over... Doe jij maar. Nee. Want bijvoorbeeld, ik denk vooral voor ondernemers, hè, want het is toch een beetje een ondernemerspodcast. Wat ik briljant vind en waar ik zelf ook een enorme grote voorstander van ben. Bijvoorbeeld Warren Buffett en Munger, et cetera. Hij zegt... En dat is hier bladzijde 76-77. Ik zal het wel even in de camera houden. Dus als je dan geen tijd hebt om boeken te lezen. En je wilt als ondernemer wel heel veel leren van deze man. En je bent ook geen pokeraar. Maar ik heb bijvoorbeeld twee collega's die ook vervente pokeraars zijn. Van de vier oprichters. Daar gaat het heel erg om dat rationele beslissen. En hij zegt bijvoorbeeld het allerbelangrijkste is. Dat als bijvoorbeeld een uitkomst succesvol is, dat je dat niet mag verwarren met de juiste weg. En dat is nou juist iets waar jij ook heel vaak op hamert. Je hebt die link weer naar het nemen van de juiste beslissingen. En waar ik intern bijvoorbeeld heel vaak op hamer, is dat wij heel vaak geluk hebben als ondernemer. Maar dan is de uitkomst positief en dan hebben we het gevoel dat we hele goede ondernemers zijn. Dat is net iets complexer. Dus hij zegt... Je moet heel duidelijk je strategie doen en je moet heel duidelijk elke keer, dat is iets wat jij ook al vaker in een podcast hebt uitgelegd, elke keer weer dat beslissingsproces proberen terug te draaien en analyseren, heb jij dat beslissingsproces juist gedaan, onafhankelijk van de uitkomst van dat proces. Omdat het wel of niet hebben van een goede uitkomst nog niks zegt of je wel of niet een goed beslissingsproces hebt. En hij zegt, bij pokeren is degene die de juiste rationele beslissingsprocessen heeft, die zal uiteindelijk altijd winnen. En hij zegt, dat is in Las Vegas, is het pokeren eigenlijk het enige waar je tegen andere mensen speelt en waar nooit uiteindelijk altijd de bank wint. Nou, dat is een fantastisch stuk voor ondernemers. Dus ik wat dat betreft van harte aanbevolen, in ieder geval je te verdiepen in dat stuk over pokeren. Ja, eens. Het grappige is, ik ben ook bezig met een boek van Annie Duke, en dat gaat over betere beslissing. En zij was een professioneel pokeraar. En dus zij legt daar ontzettend veel die linken over, ook over kansberekeningen en over keuzes maken. En ook weer, het komt weer terug, en ook Jim Collins had het al eerder over verteld, dus die ook heeft het in een podcast over het proces verbeteren van beslissingen in plaats van kijken naar de uitkomst. Want wat veel ondernemers op hun muil gaan, is dat ze dus de beslissing op uitkomsten baseren. En dus als ze een goede uitkomst denken dat ze ook hele goede beslissingen nemen. Ja. En andersom net zo, dat ze dus als ze... De uitkomst verkeerd is dat ze zo keuzes maken in die relatie dat die beslissingen dus niet goed waren. Terwijl dat gewoon helemaal niet een feit is en dus daar dus verkeerde keuzes in maken. Dus goed dat je het zegt, ja. Misschien nog even een linkje naar een andere podcast van ons. Onder het kopje hier financials is de eerste bullet point. Always be prepared for the worst possible scenario. Dus in tijden van corona, toen wij met de podcast zijn gestart, ging het om worst case scenario's. Of dat nou bij Arie de Geus is of bij andere mensen, of om Simon Sinek. Het gaat om worst case scenario's. En de helft van het ondernemen, als je naar conjunctuursliekje kijkt, is eigenlijk hoe overleef je een recessie. Ja. Wat we wel even moeten parkeren is dat we inderdaad moeten kijken dat we in een aflevering een keer die link maken met pokeren. Omdat je ziet dat er zeer veel succesvolle ondernemers een pokerachtergrond hebben. Ik ben zelf geen pokeraar, hè. Maar dus dat hele rationele of wat je bij Black Swan ook hebt. Dus ik ben even zijn naam kwijt. Taleb, Nassim Taleb. Dus je hebt aan die, of ook bij
bij die radical transparency, Dalio bijvoorbeeld. Dus je hebt aan die hoek van die mensen die zeer, zeer beta-achtig heel erg gefocust hebben op de juiste beslissingen. En die zeggen van ja, als ik elke keer naar de juiste beslissingsprocessen heb, dan moet ik uiteindelijk ook succesvol zijn of succesvoller dan anderen. Ja. Ja, het is grappig was ook in het pokerverhaal dat je een van de belangrijkste keuzes die je kunt maken is dat je aan de juiste tafel gaat zitten. Ja. En ook die link ligt die dan weer met business, is dat je als je kiest voor je bedrijf, dan is het van belang dat je kiest in welke markt ga je zitten. Wat is de juiste tafel aan te zitten met je bedrijf waarmee je de grootste kans hebt op succes? Want als je aan een tafel gaat zitten waarbij iedereen beter is dan jij, ja, dan ga je geheid verliezen. Dus dat heeft geen zin. Ja, dat is misschien nog wel een heel, heel, heel kort persoonlijk linkje. Waarom doen wij hypotheken? We hebben natuurlijk alleen, bij Visie hebben we alleen maar mensen die academisch opgeleid zijn. Dan zegt dat op zich niet iets over de kwaliteit van de mensen. Maar wat is interessant, dus die hele grote, hè, wat is de juiste tafel? De hypothekenmarkt is 100 miljard per jaar in Nederland, 1000 miljard in Europa per jaar. Dat is een van de grootste markten. Dat is dus de juiste tafel. Wie zijn je voor de rest je concurrenten? Nou, laat ik zo zeggen, alles wat met onroerend goed en makelaardij en hypotheekadvies of financieel advies te maken heeft, het is niet zo dat daar alleen maar briljante mensen rondlopen. Dat is eufemistisch uitgedrukt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die bij Fokker werken en lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft hebben gestudeerd, zou ik zeggen, nou, dat is echt wel iets anders dan hypotheekadvies doen. Hè? Dus soms is het juist heel belangrijk, juist in markten te gaan die heel groot zijn, gefragmenteerd en onprofessioneel. En dat komt na de hand ook in dat boek terug. Hoe groot is die markt van Zeppels? Ja. Oké. Tweede deel. Want dan heeft hij het over Zeppels. Ja. Dus met het investeringsvehikel wat ze zijn gestart. Hè, dus het geld dat ze hadden opgebouwd met de verkoop van het eerste bedrijf. Zijn ze investeringen gaan doen in verschillende bedrijven. En wat ze dus deden met die ondernemers was één keer in de twee weken een afspraak hebben om even bij te praten. Hoe gaat het? Wat ze moeten doen? Hoe kunnen we je helpen? En ze kwamen steeds meer. Ik ga niet de historie uitleggen van die eerste gesprekken met Zeppos. Dat is niet zo belangrijk, denk ik. Maar op een bepaald moment kwamen ze erachter dat ze hadden steeds meer geld nodig. En dat kregen ze nergens anders. En dus de enige manier om het bedrijf in leven te houden, om het uit te bouwen, was dat zij er meer geld in gingen steken. Ze konden op dat moment geen andere financiering. Zij moesten er meer geld in steken. En ze gingen dus steeds meer spullen verkopen. Hij heeft zijn panden verkocht, heeft alles verkocht. Uiteindelijk om steeds meer geld in te steken. En dus omdat ze dus meer gingen investeren, hebben ze ook gezegd, oké, dan moeten we er ook meer tijd in stoppen. En toen is hij uiteindelijk dus daar op dat moment dus de CEO geworden, om dus de volle aandacht te geven aan dat bedrijf. Dus je ziet dat. Ja, dat hij was niet de oprichter van Zeppos. Hij was niet de ondernemer op dat moment. Maar door er steeds meer tijd in te stoppen en steeds meer geld in te stoppen, die combinatie, was het uiteindelijk een logische stap dat hij CEO werd. Met de ervaring die hij had bij Link Exchange. Dus ja, dat is wel grappig. Dus dat is niet wat je, in eerste instantie had ik het gevoel altijd dat hij de ondernemer was. En het was in het boek leer je dat hij eigenlijk op dat moment niet eens. Hij is niet de oprichter, laat ik het zo zeggen. Ja, en hij geloofde heel erg in die mensen. Dus dat heeft hij heel erg sterk benadrukt. Dus je hebt die breuk met Link Exchange waar die weg is gegaan, omdat de mensen alleen nog maar daar wilden gaan werken omdat ze rijk wilden worden. En het ging er niet meer om de inhoud. En bij die investeringen die hij deed, heeft hij het heel sterk over de mensen waar die Zeppels aan het opbouwen zijn. Iemand die een familie heeft en een betaalde baan opzegt bij Nordstrom. En dat soort dingen allemaal. En daar heeft het ook heel erg over die mensen. Die komen vaker in het boek terug. En met die mensen wilde hij iets bouwen. En die appartementen die hij na de hand gekocht heeft en dan weer moest verkopen, daar dan, als er dan na de hand moet worden bezuinigd, dan biedt hij die mensen ook aan om in zijn woning bijvoorbeeld te overnachten of in zijn woning dat kantoor te doen. Dus het heeft iets heel familiairs. Wat dat betreft vind ik ook, is er een grote link naar Chapman. Alleen hij is in dat venture capital circus beland. En de grote frustratie is eigenlijk geweest dat Sequoia, die zijn investeerder was in Linked Exchange, en die, ik zal zeggen, 20 keer hun geld hadden gemaakt binnen 2 jaar, die waren niet bereid. Hij dacht van ja, nou, als ik dan Zeppels ga helpen, dan zal Sequoia, die al zoveel aan ons verdiend heeft bij de vorige deal die we aan Microsoft hebben verkocht, die zullen mij ook wel funden. Die zullen mij ook wel financieren. Dat gebeurde niet. En dan
is in principe bij die ontwikkeling van Zappos, heeft hij, als je de tijdlijn daarnaast legt, gewoon heel erg pech gehad. Dat die financiële crisis van 2008 kwam, et cetera, et cetera. En daardoor is hij steeds meer erin gezogen. En omdat hij zich committed voelde, ook ten opzichte van de mensen, en het idee goed vond en daar ook in geloofde. En Sequoia wilde bewijzen dat hij het nog een keer kon doen en het geen toeval was dat hij de eerste keer het juist had gehad. Kom je weer bij dat pokerverhaal terug. Is het eigenlijk een combinatie van gevoelsmatig commitment ten opzichte van de mensen, in combinatie met ik ga bewijzen dat ik een goede ondernemer ben, omdat ik de juiste beslissingen en de juiste processen heb. En een cruciaal moment, je ziet wat overduidelijk een rol speelt, is gewoon de verre stip op de horizon. Weet je, dus we hebben een beeld waar we naartoe kunnen groeien met het bedrijf. Hoe groot die markt is en ook hoe groot wij zouden kunnen worden in deze markt. Want de online schoenverkoop op dat moment was minimaal. Het enige waar die geloof uit putte was het feit dat schoenverkoop via postorder, dat was er wel. Dus mensen kochten schoenen buiten de schoenenzaken om. En dus er was een bewijs dat het kon. Maar online was er niks. Dus zij waren wel de pioniers. En ze hadden een grote stip op de horizon. En dat was wel gaaf om te zien. Is dat je daar continu aan werkt om dat te organiseren. Met alle problemen die erbij komen. Hè? Dus dat je op een bepaald moment te maken krijgt met dat je distributie gaat uitbesteden. En dat dus gewoon totaal mislukt. En dat je het zelf moet oppakken. Maar een van de cruciale momenten van mijn gevoel was. Een bepaald moment hadden ze dus cash tekort. Ze hadden gewoon niet voldoende cash. En ze moesten continu keuzes maken tussen wie kan ik nu betalen en wie kan ik. Dus ik wil mijn leveranciers tevreden houden, maar kan ze ook niet betalen. Dus ik moet keuzes maken wie ik nu ga betalen en wie ik volgende week ga betalen. Dus er waren heel vaak gesprekken tussen hem en de CFO. Wie gaan we nu betalen? Wie moeten we echt betalen? En waar hebben we geld voor en waar niet voor? En Wells Fargo was op een bepaald moment in 2009 die de kredietverstrekking deed. Die ervoor zorgde dat zij rood konden staan. He, dat ze kapitaal genoeg hadden, dat ze cashflow konden krijgen om. Ik denk als dat moment, als Wells Fargo dat niet had gedaan, dan was het nooit het succesverhaal geworden. Want dat was wel een cruciaal moment dat er in ieder geval één bank was die in hun geloofde om een kredietverstrekking te doen. Want ze moesten voorraad opbouwen, ze moesten hun assortiment uitbouwen, ze moesten heel veel dingen doen om te komen waar ze waren toen ze het bedrijf hebben verkocht, zeg maar. Het leest wat dat betreft voor ondernemers wel als een spannend jongensboek. Ja. Het is elke keer, het bedrijf is bijna elke keer failliet. En dan zijn er eigenlijk twee dingen. Of Tony doet zijn portemonnee weer open en verkoopt bijvoorbeeld op een gegeven moment het appartement voor de helft van waar hij het ooit voor heeft gekocht. En dat maakt het heel erg spannend en ook leuk om te lezen. En dat is de ene kant van het verhaal. En het andere gedeelte is, en dan moet jij maar dan iets over zeggen en een beetje de diepte ingaan. Tegelijkertijd laat hij heel erg goed, deelt hij die ondernemerslessen. Hoe belangrijk cultuur is. Je hebt het cultureboek, geloof ik, al even genoemd. Dat soort dingen. Dus het is echt een combinatie van spannend gaan ze het redden. En hoe bouw je eigenlijk systematisch een bedrijf op? Nou ja, en wat dit had ik ook opgeschreven. Wat je in een bepaald moment ziet, is dat Tony gaat. Ze werken natuurlijk al heel lang aan die cultuur. Ze hebben samen hun kernwaarde opgesteld met alle mensen in het bedrijf, dat vormgegeven. Ze werken samen aan de verbetering van de klanttevredenheid door dingen te doen met klanten, door medewerkers beslissingsbevoegdheid te geven. Heel veel dingen doen ze in hun bedrijf, dat doen ze al tijden. En experimenteren ze continu mee. Maar een bepaald moment is die presentaties gaan geven. Dus hij werd gevraagd een presentatie te geven en dat is hij gaan doen. Dat was in het begin was het een drama en vond hij het verschrikkelijk, maar hij heeft het toch zich eigen gemaakt en ging presentaties geven over hoe doe je dat dan? Hoe hebben we dat voor elkaar? En dus niet lessen, maar gewoon vanuit de praktijk vertellen, zonder een heel gescript verhaal. Vanuit de praktijk vertellen, dit is hoe wij dat doen. We hebben een cultureboek, dat kun je ook gewoon opvragen, kun je lezen, kun je zelf kijken, kun je het bij jou toepassen, ja of nee. Dit is hoe we dat gaan met onze values. Dit is hoe we het doen met een pijplijn van mensen organiseren. Dat is ook een van de belangrijke elementen die je noemt. Hè? Dus dat je mensen opleidt in verschillende fases van hun eigen ontwikkeling. Zodat je telkens de volgende fase in je bedrijf wat je nodig hebt. Van de basis tot aan manager tot aan vice president. Wat dan ook. Dat je telkens in al die lagen mensen erachter staan die het op kunnen nemen als iemand vertrekt. Dus telkens hou je de familie in stand door mensen mee te nemen in hun ontwikkeling. En daar organiseer je ook alles om. Hè? Dus die pijplijn organiseer je door
cursussen, workshops, boeken, alles te organiseren in bedrijf. En daar gaat hij dus heel veel vertellen. En daardoor komen ze steeds meer in de pers. Ja, klopt. Dus door heel veel dingen te doen, zoals jij doet, presentaties geven, een podcast organiseren, kom je in de pers. En dat zorgt weer voor meer klanten. En ook uiteindelijk natuurlijk voor de juiste partners en leveranciers en financiers. En want mensen zien aan de ene kant dat waarom je dit doet. Ze leren jouw achtergrond, ze leren je principes. Maar ze zien aan de andere kant ook dat het functioneert. Dat klanten blogposts schrijven over de fantastische dienstverlening van Zappos. Ja. Ik herinner me ook een aantal van dat soort blogposts die ze als voorbeeld hebben gegeven. Niet alleen in het boek, maar ook gewoon überhaupt. En ja, het is wel bijzonder dat je bedrijf, je mensen in je bedrijf zo een eigen beslissing kunnen maken dat mensen daar, je klanten daar zo gelukkig van worden. Dit voorbeeldjes dat ze een pizza gaan bestellen of iemand die moeder is overleden, dat je dat gaat organiseren, dat je bloemen krijgt, dat de schoenen worden opgehaald zonder kosten. Er wordt gewoon gedacht bij de medewerkers vanuit de mens. Wat zou de mens nu belangrijk vinden? Niet wat kost het, maar wat zou de mens nu belangrijk vinden? En dat heeft in hun voordeel gewerkt in de pers. De presentaties, de kennis delen en de jubelende klanten. Nou, dat zijn denk ik wel interessante lessen die je kunt meenemen als ondernemer. Ja, hij begint eigenlijk, hij zegt dan branding through customer service. En dan zegt hij van your culture is your brand. Het grappige is dat hij het niet over people first heeft, wat Chapman bijvoorbeeld wel doet. Omdat hij daar, ik zeg maar even kritisch, dat conflict heeft, omdat het heel erg shareholder value driven is, omdat er zoveel VC-geld en zo ook in zit. En hij op een gegeven moment ook gewoon dan ja, de club weer moet verkopen. Wat dat betreft zitten er natuurlijk ook veel praktische dingen in. Hè? Dus cultural fit interviews bijvoorbeeld. Die gescheiden zijn van de technische interviews. Hè? Dus hire for culture, not for skills. Wij hebben overigens ook cultural fit interviews. Die zijn ook gescheiden. Hij verwijst heel sterk naar Jim Collins vaker. Hè? Good to great. En uiteindelijk laat hij zien, en dat is misschien nog wel belangrijk, omdat die context is van eigenlijk is het een callcenter. Hè? Dus je hebt naar verhouding laag opgeleide mensen naar verhouding. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar wat zij aanbieden aan cursussen, dat gaat ook over correct schrijven en over communicatieskills, et cetera. En de klassieke goed opgeleide beroepsopleiding is natuurlijk in Amerika helemaal niet zo sterk. Dus die callcenters zijn heel erg gedreven met hoe lang mag een gesprek duren en ook bijvoorbeeld het onderhandelen met leveranciers. Hard onderhandelen voor de prijs, et cetera. Maar dat idee van fatsoenlijk met elkaar omgaan, intern en extern, dat legt hij uiteindelijk in dat Zappos verhaal heel goed uit. En daar is eigenlijk Tony Hsieh met Zappos ook bekend door geworden. Ja, eens. Het is wel grappig, er staan natuurlijk ook verschillende verhalen en e-mails van mensen in. Ja, dat is wel leuk. Dus de medewerkers die dus. Ik herinner me het verhaal van die dame die met de kerst eigenlijk bijna niks had om te eten, maar ze had voor gekozen om in Zappos te werken. En een hele vieze combinatie wat ze had, maar dat is ze dat de jaren na blijven doen als een soort traditie. Dus die verhalen die maken het ook sappiger, zeg maar. Dus het boek is, wat je zegt, het verhaal is als een jongensdroom, maar ook de onderlinge e-mails die ze schrijven en niet alleen van Tony, maar ook van de andere partners. En van diegene die bij Notsom is weggegaan, die de verstand had van de schoenen. Medewerkers. Er zitten zoveel mooie dingen in. Waarvan ik denk, ja, als je dit kunt toepassen in je bedrijf, dan denk ik dat je één van de sleutels hebt voor je beslissingsproces om dat te verbeteren. Maar de logica is wel heel sterk, wat jij ook al even aangaf. Het is de sterke leider die voor anderen beslist. Het is Tony die zegt, we gaan naar Las Vegas toe. En dan krijgen die mensen, er staat iemand in die is net een week begonnen bij Zappos. En die krijgt dan, net zoals alle andere mensen, ook een e-mail. Dat dus het bedrijf verplaatst wordt naar Las Vegas. En dan kunnen de mensen dus een week lang de tijd. Of ze wel of niet van San Francisco naar Las Vegas willen verhuizen. Dus het is, ik zou zeggen, je moet wel die Amerikaanse context goed in de gaten houden. Want
ik weet niet of dit zou functioneren. Als jij in Amsterdam zegt van, we zitten overigens met het hoofdkantoor van Visie zitten we in Amsterdam. En we hebben nu besloten dat we met z'n allen naar Enschede gaan. kunnen jullie overigens, jullie hebben een week lang de tijd over na te denken. Dan bleek... En breekt de pleuris uit. En dat is interessant om te lezen. En dan zie je wat dat betreft ook dat die cultuurverschillen heel groot zijn. Ja. En ik denk wat dat betreft is dat, dat de cultuurschok die hij met Zappos eigenlijk teweeg heeft gebracht in Amerika, is vele malen groter dan wij uit de Europese context ons eigenlijk realiseren. Dus ja. Callcenters zijn ervoor om mensen die waarschijnlijk, dat is een beetje de perceptie, dat zijn mensen die niet willen werken en lui zijn en ongeschoold. En dan moet je die mensen moet je de hele dag klokken hoe lang een gesprek duurt. En als het gesprek dan te lang duurt, dan gaat er een lichtje branden. En dan komt er een supervisor ingrijpen en zeggen van, hey, dat gesprek moet korter en zo. En dat gooit je helemaal ondersteboven. Met die beroemde voorbeelden dat het einde van het telefoongesprek 6 uur heeft geduurd, et cetera. Dus dat wat hij teweeg heeft gebracht met zijn menselijkheid en zijn passie binnen Zappos, is vele malen groter dan wij ons realiseren als we door een Europese bril dat boek lezen. Ja dat denk ik ook. Wat ik een vraag had. Tribal Leadership, dat is het andere boek waar hij het een aantal keren over heeft. Van Dave Logan en John King en Halle Fisher-Wright. Ik heb het niet gelezen. Heb jij het gelezen? Nee, ik heb het niet gelezen. Maar je hebt natuurlijk in Nederland hebben we Danielle Brown en Jits, hoe heet ze? Jits Kramer. Ja, waar we, die natuurlijk bij ons ook al op de lijst staat, omdat we dat boek nog een keer moeten doen. Maar ja, het is uiteindelijk in principe wat we bij RaveNet hebben gehad. Het idee van een stam en het samenhorigheid en connectivity of connectiveness, et cetera. Dat is iets wat hij heel erg sterk heeft. Burning Man hebben we het ook al even over gehad, et cetera. Het is ook een link naar spiritualiteit. Hij heeft het ook over drugs, et cetera, tussen de regels. Maar dat kan natuurlijk in de Amerikaanse context, is dat een heel moeilijk thema. Ja. Dus ik denk dat zeker dat hele tribal leiderschap en dat uiteindelijk mensen ergens bij willen horen, dat is een thema wat we in een andere podcast echt nog eens een keer moeten uitdiepen. Ja, volgens mij ook. Dat echt wel de kern is. Het gaat niet om geld. Nee. Hey, de drie redenen waardoor ze 1 miljard omzet kwamen, is volgens Tony Hsieh customer service. Nummer 1, 2, cultuur en 3, training. Training van de mensen. Dus dat is het proces wat voor hem het succes was. Dat was het beslissingsproces wat alles beter maakte voor hem. Dus als je iets wil leren, dan denk ik dat dit een belangrijke kern is. Dat je nadenkt over wat zijn nou de belangrijkste reden waar je consequent en consistent in slag bent als ondernemer, als bedrijf, om dat te ontwikkelen. Nou, dan heb je nog de 10 core values, die ga ik niet opnoemen, die staan op verschillende plekken. Ik zal ze ook in de podcast en de show notes toevoegen. Het zijn de kernwaarden van het bedrijf. En die zijn anders dan we gewend zijn, dan de meeste mensen gewend zijn, en zeker in Amerika. Ja. Dus, wat heb jij ter afsluiting nog? Nou, ik denk dat het wel interessant is om nog even naar dat derde gedeelte te gaan, waar hij dan uiteindelijk, dus dat middelste, dus het eerste gedeelte is profit, het tweede gedeelte is passion, het derde gedeelte is purpose. En dan aan het eind van het boek, waar het over steeds korter wordt, daar wordt het bijna spiritueel. Dus dan is hij bij de Maslow-pyramide. En ik denk dat je ook iets moet zeggen over de exit aan Amazon. Kijk, het laatste stuk, wat je al zegt, dat is zo kort. En het gaat in principe alleen maar over, net zeg ik niet goed. Het gaat vooral over de theorie achter een gelukkig leven. Hij heeft daar verschillende boeken over gelezen. En daar beschrijft hij verschillende manieren wat nou ervoor zorgt dat je gelukkig bent. Daar komt dus dat hogere doel. Dat is wat het onderscheid maakt. Hè? Dus je kunt gaan voor pleasure, dat is kortstondig geluk, iets, plezier halen, iets. Dan heb je de passie voor iets, dat is langer, maar nog steeds niet duurzaam. En dan heb je een higher purpose, dus dat is een doel wat groter is dan jezelf wat je naloopt. En nou ja, we hebben het al een paar keer over gehad, dat zie je dan ook terug bij bedrijven als Barry Wehmiller. Daar zit ook vaak een soort geloofsfactor achter, zeker bij de ondernemer. Dus het geloof biedt voor veel mensen natuurlijk een sterk houvast, een doel wat groot is dan een zelf. Ja. Ik zag van de week een opname van een ultramarathonloper.
En dus ook daarin zie je sterk het geloof terugkomen, waarbij in het begin ging het vooral om gewoon hardlopen en altijd doorgaan en harder en harder en harder. En op een bepaald moment realiseert zich, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom wil ik de volgende keer? Ik doe dit omdat ik meer mensen wil helpen, omdat ik dit wil uitdragen dat iedereen dit kan doen, iedereen kan dat worden. En dus je ziet continu terug dat bij dit soort dingen geloof een enorme belangrijke religie, moet ik zeggen, is misschien beter, een enorme belangrijke rol speelt om die stip zo ver te plaatsen op de horizon dat die echt verder gaat dan je eigen leven. En ik denk dat het daar dat dat goed is om te onthouden. En ik ben niet bezig met religie, maar het is wel super interessant om te ontdekken wat is dan voor jou. Hè, zeker als je niet religieus bent ingesteld, wat is dan voor jou dat grotere doel waar je achteraan loopt? Wat is waar jij gewoon elke dag opnieuw wakker van kunt worden. Dat is denk ik een interessant onderzoek om te doen. En dat is wat hier naar voren komt. En je ziet het een beetje terug, denk ik, dan in die overname. Want uiteindelijk positioneert Tony dit als een soort opname in de grotere familie. Ja, dat is, maar dat, ik vind dat daar niet, dat is niet geloofwaardig. Nou ja, maar dat is wel wat hij doet. Ja, maar het is, ik zou zeggen, ik heb het even bijgepakt. Ja? Het is pagina 240 en 241. En daar staat aan de rechterkant van het boek, ik zal het even in de camera houden. En aan de rechterkant van het boek gaat het over Amazon. En ik lees de zin even voor. We figured it would cost about 200 million to buy out our board of directors. So we started looking for other potential investors. Dus hij bouwt dat bedrijf op. Het is een paar keer gaat het bijna failliet. Hij riskeert zijn volledige vermogen. Zijn ouders zeggen van ja, is dat wel verstandig? Nee, niet dus. Hij zet alles op die ene kaart. En dan als hij de boel eigenlijk op orde heeft, dan dwingen zijn mede-eigenaren. Die dwingen hem min of meer de tent te verkopen. En dan zegt hij hier, nou dat kost 200 miljoen. Nou die 200 miljoen heeft hij natuurlijk niet. Dus hij kan niet zeggen van, weet je wat, ik neem zelf een lening op van 200 miljoen. Of in ieder geval, dat is niet een optie die daar ter sprake komt. Misschien dat hij het wel geprobeerd heeft. Maar wat is nou het interessante? Aan de andere kant, op die andere bladzijde, daar staat het, the top 10 questions to ask when looking for investors and board members. En de eerste is, do you really need investors? Can you avoid funding by growing more slowly? Terwijl het hele verhaal de hele tijd ging over snelheid, snelheid, snelheid. En de laatste, 10 is, do the core values of your investors and board members match with the core values of the company? Dus wat hij eigenlijk doet is, normaal, hij is in andere gedeelten van het boek heel persoonlijk en vertelt over parties en dat hij een of ander meisje in de ogen kijkt en weet ik veel wat allemaal. Maar die conflicten die hij hier heeft gehad met zijn investeerders, die verwerkt hij op een zeer afstandelijke, rationele manier. Alleen, can you combine the dots? Dus het staat zelfs, je hoeft niet eens om te bladeren. Het staat in principe op dezelfde bladzijde in het boek. En eigenlijk is de frustratie immens. En dan zegt hij van, ja, nou als ik geen kans meer heb, dan laat ik dan maar met Jeff Bezos gaan praten. En nou, de Jeff Bezos, dat beschrijft hij ook allemaal, dat hij met hem aan het barbecuen is. Maar bijvoorbeeld ook, als het dan naar de hand over die verkoop gaat, het is helemaal niet. Hij is helemaal niet blij. Hij is eigenlijk verbaasd erover dat als dat dan allemaal voorbereid is en die persverklaring eruit gaat, schrijft hij 2,55. Zegt hij eigenlijk, I had been worried that employees would be too shocked by the headline of Amazon's acquiring Zappos. Dus eigenlijk is hij zelf verbaasd. Dus eigenlijk zegt hij tussen de regels, het past niet. Ja. Alleen, ik had geen andere optie. Nou ja, maar als je toch ook die laatste punten, die zeggen, het zijn de common core values overeen. Nou, de core values van Amazon en van Zappos komen gewoon totaal niet overeen. Ja, en wat ik misschien nog wel wil noemen is om dat ook wat te ondersteunen. En dat het gaat ook niet om of dat nou een mening is van Tom of van Erno en Tom. Het citaat waar hij mee eindigt is van Boeddha. En er zitten sowieso relatief veel zeer, zeer spirituele citaten in. En ik wil ook nog eigenlijk even verwijzen naar die rave scene. Maar hij eindigt het citaat met het boek van Boeddha. A thousand of candles can be lit from one single candle. And the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared. Nou, dat is puur spiritualiteit.
En daar eindigt hij dat verhaal mee over Amazon. Dus eigenlijk is het gewoon een beetje, of dit is dan de epiloog, maar dat is het einde van het boek. En eerder maakt hij een verschil tussen, hij heeft veel in nachtclubs heeft hij rondgehangen. En hij zegt, ja, nachtclubs, dat is individuele cultuur geweest. En of ik een meisje aan de bar kan aanspreken. En dan beschrijft hij die ervaring met rave. Maar wat veel interessanter is in rave, is dat hij legt de pleur legt hij uit. En ik denk dat we dat nog wel even moeten uitleggen. Omdat je daaruit eigenlijk kunt afleiden dat die verkoop aan Amazon is eigenlijk een oplossing voor een probleem wat hij niet anders kon oplossen. En dan heeft hij maar gewoon, ik zou zeggen, voor die zelfstandigheid binnen dat Amazon-concern gekozen. Maar hij legt dat uit van die techno-ervaring. En Pleur staat voor peace, love, unity en respect. Nou, dat is puur spiritualiteit. Dus het past, uiteindelijk past het. Maar misschien dat mensen daar die daar meer verstand van hebben, of misschien ook daar dieper in zitten, want ik ken Tony Hsieh persoonlijk niet. Ik heb wel het idee dat de berichten die je na zijn dood las, die gaan veel meer in die richting van die spiritualiteit. En waar hij naar de hand met dat geld ook in Las Vegas mee is bezig geweest. Wat hij in San Francisco probeerde na de verkoop met Link Exchange, dus het appartementsgebouw wat hij met een aantal vrienden samen kocht, dat heeft hij naar de hand na de verkoop van Zappos aan Amazon, heeft hij in Las Vegas op een nog veel grotere schaal geprobeerd. Ja, en later, toen hij dus CEO af was in het laatste jaar, heeft hij dat nieuw geprobeerd, maar dan in Utah. Ja. Ja. In een veel rustigere omgeving. Ja, misschien, weet jij daar meer over? Want dat is in principe. Nee, wat je het beste kunt doen is gewoon wat artikelen lezen online. Er zijn natuurlijk veel artikelen over zijn dood geschreven. Hij is omgekomen in een brand in een appartement van een vriendin, dacht ik uit mijn hoofd. En het is een beetje een duistere aangelegenheid. Of die nou de boel heeft gebarricadeerd. En dus dan zou het zelfmoord zijn. Of dat hij er niet uit kan komen, dat is onduidelijk. Stukken gelezen over Jewel, dat is een zangeres. Dat was een goede vriendin van hem. Die had hem al een half jaar daarvoor een brief geschreven. Van, weet je, ik heb het gevoel dat je de verkeerde kant op gaat. Met je drugsgebruik en alcoholgebruik en dat soort dingen. Maar dus de hang naar drugs en alcohol en andere sferen komen, zeg maar. Die werd, denk ik, toch uiteindelijk fataal. En ja, en daarin proberen klampachtig vast te houden aan het opbouwen van een gemeenschap van vrienden in een soort studentikoze omgeving waar je mensen om je heen verzamelt in gebouwen waar je allemaal naar binnen kunt lopen en uit kunt lopen en waar je feesten hebt. Hij was ook vaak bij feesten en vaak bij, deed hij ook extreme dingen met zijn lichaam, uithongeren tot hij 50 kilo woog, zuurstoftekort opbouwen zodat je in een soort hogere sfeer uitkwam. Heel veel extreme experimenten heeft hij gedaan in zijn leven en vooral de laatste jaren. En dus ja, het zijn natuurlijk verhalen die dan naar voren komen. Ik weet natuurlijk niet alles wat allemaal waar is in dat verhaal. Dus het zijn natuurlijk ook verhalen die zijn natuurlijk aangedikt en aangepapt en leuker gemaakt. Ja. Maar het gevoel wat je erbij krijgt, is dat ondanks alle energie die hij heeft gestoken in Zappos, om daar een gemeenschap van te bouwen, een familie van te bouwen, dat hij zelf een groot gemis heeft. Dat hij zelf het gemis heeft van wat ik noem een echte vriendschap met mensen. Een echte verbinding met mensen. Die je altijd kunt aanspreken op momenten dat je het ook moeilijk hebt. Ik denk dat het gemis is wat hij, een soort gapend gat wat hij probeert te vullen uiteindelijk. En wat niet lukt in al die jaren. Maar dat is een persoonlijke mening. Ja, ik onderschrijf dat wel. Ik vind ook wel dat als je dat boek leest, we zijn geen psychologen. Maar het zou interessant zijn om eens te horen van mensen die bijvoorbeeld in die ondersteuning zitten. Of daar geschoold zijn. Of ze tussen de regels door en ook in combinatie met die artikelen die na zijn dood zijn verschijnen. Tot dezelfde conclusie komen. Maar ik vind dat als je dat als leek leest, dat het, dan begrijp je wel dat gevoel dat hij elke keer weer op zoek was naar iets.
En dat in die economische wereld van de getallen. Dat hij uiteindelijk daar ook een beetje aan ten onder is gegaan. Ja, en wat mijzelf dan, het gevoel wat daar dan gekoppeld is, is aan ondernemers die zo groot zijn, die zo in staat zijn om zulke grootse bedrijven te bouwen, die hebben ergens ook een kronkel. Een hang naar iets wat ze niet vervuld kunnen krijgen, waardoor ze toch telkens weer groter moeten worden. En wat uiteindelijk niet helpt, wat uiteindelijk niet dat gat vult. En dus dat is waar ik dan ook, waar ik van mezelf altijd discussies met mezelf en dit soort dingen heb. Dus, is het dan zo belangrijk om zo groot te worden? Of is dat niet belangrijk voor je leven? En hoeveel impact heb je dan met je bedrijf, met je leven? En dus, hoe belangrijk is het impact op die anderen hebben en ja, ook je eigen voldoening? Weet je? Het is dat evenwicht houden, dat je ook rekening houdt met je eigen gevoelens en niet alleen maar bezig bent met de gevoelens van anderen. Dat is denk ik een ingewikkeld spel waar je als mens heel moeilijk uit kunt komen. Ja. Oké, we gaan hem afsluiten. Mooie afsluiting, Erna. We hebben het gehad over het boek Delivering Happiness van Tony Hsieh. Dankjewel voor het luisteren. Onze volgende podcast, als het goed is, moet even kijken wat het boek op tijd krijgen, is de betekenisformule van Pieter van Os. Een mooie aansluiting op dit boek, denk ik ook. En heb je opmerkingen, reacties over deze aflevering of over een boek wat je graag wilt dat wij dan bespreken, laat het hieronder in de reacties achter, onder de video of onder de podcast en de audio, onder het artikel waar je maar bent op dat moment. We vinden het erg fijn dat je luistert en zeker als je laat weten dat je luistert, dat waarderen we enorm. Dankjewel en tot de volgende keer. Dankjewel, Erno.